Zondag 13 oktober was D-Day voor 8 Belgische filmstudenten. Naar goede gewoonte vond de competitie voor de beste Belgische studentenkortfilm plaats op Filmfest Gent. Mediaraven en Bill spraken met Jelle Gordijn, die met zijn kortfilm Blue Monday een van de genomineerden was. Dag Jelle, wat vond je van de film vandaag? Ik vond de selectie zeer sterk. Ik heb van een paar films echt genoten. En andere films, ik denk dat ik elke film interessant vond in zijn genre. Dus het is een heel sterke selectie waar mijn film in zit. Vanwaar die keuze om film te studeren, toch niet zo vanzelfsprekend in economisch niet zo positieve tijden? Goh, ik probeer mij eigenlijk van het economische aspect nooit iets aan te trekken, maar ik denk dat dat begonnen is heel stom eigenlijk. Toen ik 15 was, had ik met mijn Lego een animatiefilmpje gemaakt met gigantisch veel foto's en dat domweg opgestuurd naar kunstbende en naar nog andere festivalletjes en dat raakte dan geselecteerd en... Ik heb de kunstbende dan in 2005 of 2006 gewonnen. En toen dat ik dan kunstbende won, was dat zoiets van ja, misschien kan hij wel iets of misschien kan ik ook wel iets. Ik zou graag een sleutel willen bijmaken. Kan dat hier? Wat denkt u zelf? Waar haalt u inspiratie, als ik het zo mag zeggen? Ik denk dat dat iets universeels is, dat elke man of elke persoon gewoon heeft van is dit het dan, is dit de job dat ik ga doen, is dit de relatie die ik heb, is dit het huis dat ik ga kopen. En het is eerder vanuit dat idee van is er niets meer, is er niets anders. Ik denk dat dat wat basisprincipe was van mijn film. Het was voor mij snel duidelijk ook, ja, dat ik wel een liefdesverhaal wou verfilmen en daarin zocht ik gewoon naar een interessante verhouding en dan denk ik dat de verhouding nu vond ik wel mooi omdat het twee mensen zijn die elkaar altijd graag hebben gehad of graag hebben gezien, maar dat er gewoon stomweg paar redenen waren waardoor dat er nooit waardoor dat nooit vanzelfsprekend was dat er iets tussen hun zou kunnen komen en nu zoveel jaar verder is die mogelijkheid er wel. Gaat dat lukken met die kar? Ze gaan drinken. Allee, gewoon in de buurt, ik weet niet. Zijn er mensen die je nog zou willen bedanken? Ja, dat zijn heel veel mensen eigenlijk. Mijn generiek was ook goed gevuld. Maar ik denk ja, in de eerste plaats cast en crew. Omdat wij op 5 dagen eigenlijk heel intens hebben gewerkt. We hebben uren geklopt dat onmenselijk waren. Dus die wil ik zeker bedanken. En ook familie en vrienden die naast het project voor de ideale vrije tijd eigenlijk hebben gezorgd.